Welkom bij 99 Powervrouwen. Vandaag sta ik naast een powervrouw die ervoor zorgt dat andere mensen in hun kracht komen. Nou denk je, wat afgezaagd. Maar wat Bianca doet en wat ze net tegen me zei is, iedereen kan een boek schrijven. Dat stemt mij hoopvol. Want ik weet dat zoveel mensen zoveel kennis hebben om over te dragen. Want wij weten eigenlijk niet eens wat wij weten en wij weten zoveel meer. En Bianca geeft dat vorm. Zij helpt auteurs, want op het moment dat jij denkt dat je een boek kan schrijven, ben je een auteur. En wat Bianca doet, is zij maakt jou zichtbaar, geeft je een podium en begeleidt jou in de mooiste proces van jouw leven. Een boek schrijven waarmee jij mag vlammen. Waarmee jij jouw kennis over mag dragen aan de wereld. Nou, Bianca. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor deze introductie? Nou, ik vind, ik heb je zelf gedaan. Want ik heb natuurlijk wel naar je geluisterd en ik word blij van jou. En als ik blij word van jou, is zo'n introductie natuurlijk wel een weerkaatsing, hè? Dankjewel. Dus als je het nooit eerder hebt gehoord, dat klinkt goed, hè? Ja, het klinkt fantastisch. Ja, beter maar, had ik het zelf niet kunnen zeggen. Nee, ja. Maar soms moeten wij het ook niet zeggen. Soms moeten wij dat een ander laten leven en vertellen. Klopt. Denk je, dat is en je hebt ook vaak een ander nodig die net de dingen eruit haalt, waar jij zelf niet meer bij stilstaat. En ja, maar dat is het. Ja. En weet je wat ik zo... Toen ik wist dat ik jou vandaag zou spreken, werd ik helemaal blij. Want op deze dag kwam net in het nieuws dat steeds meer mensen hun eigen boeken schrijven. En een boek schrijven is één ding, maar er zijn nog veel meer mensen die nog meer kennis hebben over te dragen. Alleen, hoe wordt dat gestuurd? Wie kan je helpen? Wie kan je helpen met informatie, boek uitgeven, vormgeving? En dat ben jij! Bianca, hoe lang doe je dit al? Mijn eerste auteur ben ik gaan begeleiden in 1999. Het was een opdracht van een uitgever. Mm. En sindsdien heb ik dat eigenlijk steeds gedaan. Ja. Sinds 2009 begeleid ik echt professionals die in eigen beheer een boek willen uitgeven. Ja. Ja. Nou, ik wil natuurlijk al vandaag laten zien wie jij bent. Want dit is eigenlijk bij 99 Powervrouwen gaat het echt om wie jij bent. Ja. Maar waarom doe jij dit dan? Wat is nou zo geweldig aan een ander het podium ophelpen met zijn of haar kennis in een boekvorm? Wat heb jij daaraan? Ja, het is gewoon fantastisch om met mensen te werken die iets doen waar ze heel erg blij van worden. Want dat maakt mij ook weer blij. Ja. En ik weet niet beter, ik zit ruim 30 jaar in de uitgeverijsector. Ja. Dus ik ben heel hongerig naar informatie. Informatie die ertoe doet. En ik vind het echt helemaal fantastisch om mensen te helpen om hun informatie naar buiten te brengen. Ja. Dat, ja, ik vind het is gewoon leuk om met mensen te werken. Ja. Ik werk graag met boeken, ik werk graag met woorden. Ja. Met mensen werken is nog het allermooiste. Maar dit is wel mooi, want je bent hier erg gepassioneerd in. Je bent een professional. Mm-hmm. En dat is ook, je gaf het ook een aantal keer aan, je wilt met professionals werken. Ja. Wanneer word ik nou een professional dan? Wanneer word ik degene met wie jij wil werken? Toch wel iemand die weet waar hij over praat. Dus toch wel minimaal 5 jaar werkervaring. Of een ervaring waar hij wat mee kan doen. Mm-hmm. En de mensen waarmee ik werk, dat zijn mensen die deze ervaring ook willen verspreiden. Dus op het podium staan, workshops geven, trainingen geven. Want ook daarin kan ik ze helpen, omdat ik zelf lid ben van de Professionele Sprekers Association in Nederland of internationaal. Ja, internationaal. Want wat ik mooi vind aan Bianca is, ze zei ook net tegen mij, ik woon wel in Nederland, ik heb de Nederlandse paspoort, maar ik ben wereldburger. En wat ik zo mooi vind is, jouw klanten zitten in Australië, Canada, Amerika. Tanzania. En het hoeft niet eens zo te zijn dat iemand alleen een boek wil schrijven in het Nederlands, want dat proces, dat kan ook in het Engels. Ja, klopt. Daar heb ik ook mijn netwerk in. Dus daar contact in. Ja. Dus als jij denkt van ik ben een professional en ik wil niet alleen de Nederlandse markt bedienen van 17 miljoen. Ik wil een Engelstalig boek schrijven. Dan heeft Bianca de juiste hart daarvoor. Dat is van belang. Bianca, wie ben jij? Vertel mij nou wie jij bent. Ik ben vrouw. Ik ben moeder van 2 fantastische zonen. Wie ben ik? Ja, Lucinda, wat vraag je me wat? ik vind het niet zo makkelijk om mezelf. Nou, je bent vooral gedreven en mooi. Maar wat ik leuk vind aan wat je zei aan tafel, was je vindt het mooi als mensen
gepassioneerd en gedreven zijn over de dingen en jij wil graag als hulpmiddel erbij zijn. Ja, ik wil dat mee te kunnen doen. Yes, jij gaat niet achter mensen aanrennen en zeggen dit is jouw talent, dit is jouw, die mensen moeten ook zelf mee komen. Ja. Dus dat typeert jou ook. Oh. Jij bent er wel van, ik vang je wel op, mm-hmm. maar jij moet het wel gaan doen. Ja, dat klopt. Ik ben niet de drijvende kracht. Nee. Ik loop met je mee en yes. We doen het samen. Ja. Elk boek wat uitgebracht wordt is ook een beetje mijn boek. Ja. Alleen ben ik bescheiden op de achtergrond en ik spar. Ja. Ja, maar je bent een nodige sparringspartner als het gaat om een boek schrijven. Ja. Oh, ik heb ook. Op welk moment kom ik bij jou? Op welk moment? Op het moment dat je denkt van ik wil mezelf meer in de picture zetten, ik wil erkenning. Een van mijn klanten belde mij op en die zei van Bianca, als ik morgen onder een bus stap, is al mijn kennis van 25, 30 jaar verloren. En dit wil ik voorkomen, want ik kan mensen echt helpen met de kennis en ervaring die ik heb. Nou, dit zijn de mensen, dat zou het moment kunnen zijn dat je bij mij terechtkomt van goh, ik wil met jou sparren. Is het waardevol om een boek uit te brengen of niet? Want soms hebben mensen ook, denken ze dat ze waardevolle informatie hebben. En dan moet het of wat gekneed worden. Ja. Of ik ben daar heel ook wel eerlijk in als ik denk van nou, ik denk dat het, dat het wat kan worden. Ja, maar dat is wel heel erg mooi. Want dat kneden en dat, jij zei het ook net, het is vooral het weglaten wat een boek succesvol maakt. Dus less is more. Ja. En je geeft natuurlijk wel heel veel, want het is iets wat je hart zit ervan vol, dus je gaat het delen. Ja. En dat vind ik alleen maar heel erg mooi. Maar ik word nu al heel blij daarvan. Maar als ik nou reeds als kijker een boek heb geschreven en ik heb het op de plank liggen en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Maar dat is wel mijn kennis wat ik gedeeld heb. Kan ik dan ook bij jou terecht? Ja, dan kun je ook bij mij terecht, want soms zijn boeken, kan er met een kleine aanpassing, kan er wat verbeterd worden. Het eerste kunnen kijken van hoe kun je marketing technisch met je boek aan de slag. Hè? Want wat kun je nog met het al bestaande boek doen? Ja. Een ander ding is van nou is het heel eenvoudig iets te herschrijven waardoor het boek een betere, meer waarde brengt voor jou en jouw bedrijf. Oh, fantastisch. Ik zie al een samenwerking bij ons. Maar dat komt wel. Daar ga ik je nog niet mee vermoeien. Wat ik natuurlijk wel, wat typeert jou? Welke drie woorden zegt wie jij bent en in wat je doet? Want jij bent een en al gewoven. Met de mens, met de kennis van anderen. Mm-hmm. Welke drie woorden typeren jou? Ik denk creatief. Ja. Wat voor een uitdaging er ook op onze weg komt. Ik ga kijken naar de oplossing. Ja. En dat doe ik vanuit al die jaren ervaring. Mm-hmm. Ik ben een verbinder. Ja. Ik leg contacten tussen mensen die wat aan elkaar kunnen hebben. Ja. En een laatste. Ja, ik denk wel... De liefde voor kennis. Ja, de liefde voor de mens. De liefde voor de mens. Ja. Want dat doe je niet zomaar. Dat is niet zomaar iets veranderd als je dat al 30 jaar doet. Nee. Wat is nou jouw boodschap aan de wereld? Oh, Bianca, dit wist je van tevoren dat het makkelijk zou zijn. Nou, ik denk dat wel de grootste boodschap. Ieder mens heeft een verhaal in zich waar een ander heel graag naar wil luisteren of waar die mee wordt geholpen. Ah, dat is interessant. Ja. Ik vind dat leuk. Dus als jij zit en denkt van, hoe kan ik mijn verhaal nou vertalen in interessant? Hier. Ja, zo werkt dat. Ja. Ja. Praten erover met iemand met een kijk erop en niet met je vriendenkring. Want die roepen altijd, ja het is geweldig. Maar die weten voor de rest helemaal niet wat de impact ervan is. En Bianca wel. Bianca, wat in jouw leven was jouw... Wat was jouw grootste faalmoment in jouw leven? Grootste faalmoment? Ja. Je dacht dat ik geen succesmoment ging vragen. Faalmoment. Wat was het moment dat je dacht, ik stop hiermee. Ik adem geen dag meer. Het grootste moment waarvan ik dacht dat ik zou gaan falen, was het moment dat mensen mij vroegen om op het podium te gaan staan en te vertellen wat ik wist. En toen dacht ik, dat kan niet, want het podium gaat open en ik ben weg. En toch heeft me dat bijzonder veel gebracht en ik heb ook zoiets van, heb je een ervaring of heb je een kennis, deel dat met de wereld en als ik het kan om op het podium te staan, kan jij het ook. Ik kan hier niks aan toevoegen, ik kan alleen maar zeggen, chapeau, zorg ervoor dat jij een van die Nederlanders bent of wereldburgers zijn die denkt van, wauw, ik pak mijn podium. Dankjewel voor het kijken. En dankjewel, Bianca. Ja, jij ook hartstikke bedankt. Joe.
Goed gedaan, man.